Hallo, ik ben Lieneke Lijn en in deze tekenles gaan we een meer natekenen met vooraan een eend en een visser die daar bezig is. En dat alles bij een ondergaande zon. Erg leuk om te doen en ik wens jullie heel veel succes ermee. Wat je hier ziet is een schets van een visser langs een groot meer die ik ooit al eens gemaakt had. En het mooie is dat het licht zit helemaal in het centrum van de tekening. En ik maakte deze tekening met potloden en grafietpoeder. En die poeder die maak ik zelf. Ik heb zo'n dikke grafietstaaf. Het is puur grafiet. En door daar met een mes overheen te krabben kun je zo dus grafietpoeder maken. Ideaal voor het opzetten van snelle schetsen. Wat ik verder gebruikte zijn dus potloden. In allerlei soorten hardheden heb je die. Het gaat van hard naar zacht. En wat ik ook gebruik is nog een gumpotlood. Maar daar komen we later op. En wat opvalt bij de opzet van deze tekening is dat je eigenlijk te maken hebt met een gecentreerd licht. En een voor, een midden en een achtergebied. Hier is de achtergrond, die dan heel wazig is. En het voorstuk bestaat uit de boom, de eend en de visser zelf. Dat is dus je voorstuk. Dan zie je hier het middenstuk, wat we zullen gaan tekenen. Dus het middenstuk. En daarna komt dus de achtergrond, die heel wazig wordt. Dat is dus onze grove opzet. En we zullen eens gaan tekenen. In het centrum, helemaal onderin, begin ik met het opzetten van de eend. Die eend zit dus helemaal vooraan. En die krijgt dus straks aardig wat detail. Net als de visser en de rechterboom. Je moet ergens beginnen, dus het is het makkelijkst in dit geval, vind ik, om dan even een paar lijnen op te zetten van waar dan ongeveer die eend komt. En die eend die komt tussen het hoge riet vandaan. En aan de zijkant staat dus een oude boom. Naast die boom, dus iets verder weg, zit dan die visser. Ik zet dat met een paar simpele lijnen op, dus een hoed, een schouder en verder nog niet veel detail. Ik ben nu puur aan het bepalen waar alles zo'n beetje komt. Hier zie je een stukje land wat uit het water komt links. En hier nog een stukje land wat dus ook achter die vissen vandaan komt uit het water. En dan zit hier zo ongeveer je horizon. Ik teken nog een extra boom erbij. Dus die is dan weer wat verder dan die boom rechts. En hallo. En de kat wil ook meedoen. En dan heb ik dus al die grove lijnen staan. En dan begin ik al meteen met het inzetten met dat grafietpoeder. Ik doe dat gewoon met mijn vinger. Want ik wil dus die tekening niet opbouwen uit allemaal lijntjes en helemaal intekenen. Maar juist helemaal opbouwen vanuit dus de wazigheid van dat landschap. Ik heb de tijd hier versneld. En ik doe dat ook een beetje expres, zodat je goed kan zien wat ik donker wil hebben en wat ik licht wil hebben. En je ziet al een cirkel ontstaan van die ondergaande zon. En die bomen en stukjes lamppartijen die dus afsteken tegen het licht op de achtergrond. Dit is dus heel grof ingezet. Als je dat hebt gedaan,
dan kun je iets meer details gaan intekenen. Ik heb gekozen in de voorgrond voor een eend. Je kunt natuurlijk ook besluiten om daar een zwaan van te maken of een stuk steiger of wat je maar wil. Maar ik heb gekozen voor een eend op speciaal verzoek. En die eend die ligt dus helemaal vooraan in dat water. Die is dus in verhouding vrij groot. Misschien iets te groot, maar het gaat puur om een beetje een spannend beeld te maken. En wat dan dus ook belangrijk is, is dus die visser. Die zit bijna in het middelste gedeelte. Daar teken ik dus ook niet heel veel detail in. Maar wel dat je duidelijk kan zien dat die op die oever zit. Met zo'n typische visserspet op. En hij zit bijna tegen die boom aan. Een beetje verdacht opgesteld tussen dat hoge riet in. Ik teken ook vast de contouren in van die boom. Die boom heb ik heel grof ingezet met dat grafietpoeder en de vinger zelf. De visser krijgt een klein beetje detail in de vorm dat hij dus een soort cape aan heeft. En die hengel, die wil ik wel dat hij er heel mooi donker afsteekt tegen dat licht in de achtergrond. Ik teken ook die houdertjes waar die vislijnen doorheen gaan, die teken ik erin. En dus de lijn zelf. Zo bouw ik rustig verder. Hier teken ik wat schaduw wat in het water valt, reflectie als het ware. Wat die oevertjes in het water reflecteren. Af en toe is het goed kijken. En ik ga ietsje meer detail inzetten in de eend. Ik heb nu een wat zachter potlood gepakt. In de voorgrond kun je dus werken met de zachtere potloden tot 4B. Zelfs tot wel 6B aan toe. Het ligt eraan, zeg maar, in verhouding moet je altijd een beetje kijken. Van nou, voor krijg ik de donkerste schaduw en de donkerste effecten. Dus dan gebruik ik de zachtste potloden. In de achtergrond zal ik daar eigenlijk helemaal geen gebruik meer van maken voor potloden. Die achtergrond hou ik zo wazig mogelijk. Ook in het water hier onder die eend zit dan een klein beetje reflectie van de eend zelf. En wat kringels in dat water. Je blijft dit gewoon rustig opbouwen. Dit is het gumpotlood waar ik het in het begin over had. En dat gumpotlood kun je weer ideaal gebruiken om wat lichtere lijnen eruit te tekenen. Daar kan ik dan later weer omheen gaan tekenen. Ik blijf rustig doorbouwen dus. Steeds iets meer detail in de voorgrond. En zo hou ik mijn hele tekening eigenlijk in het oog. Dat alles in verhouding zo goed mogelijk wordt. Dat de voorgrond dus donker met details blijft. En de achtergrond blijf ik wazig houden. Die witte lijnen die ik heb getrokken met dat gumpotlood. Daar kan ik nou heel mooi langs optekenen met dat 4B potlood. Ik kan dus hele lichte stukken en hele donkere stukken naast elkaar zetten. En ik zorg als ik bijvoorbeeld die boom teken, dat ik ook tussen die sprieten door teken. Het geldt ook voor de visser zelf. Ik
zet wat schaduwpartijen in de hoed, schaduw net onder de hoed, in het gezicht. En hier naar beneden, hij zit gehurkt aan die oeverkant. En ik teken dus tussen die lichtere rietsprieten door. Het zijn weinig details, maar toch genoeg detail om net die visser te onderscheiden in die middelste partij. De boom zelf. Dit is dus die rechtse boom die het meest dichtbij is bij ons. Daar zet ik aardig wat detail in. Dus ik probeer echt een beetje boomschors effect te tekenen. En de lijnen van die boom hou ik zo organisch mogelijk. Je ziet dat ik die takjes, die laat ik steeds fijner en fijner uitlopen. Dus vanuit de grove stam laat ik dan die kleine takjes heel fijn uitlopen. Er zit geen blad meer aan. Dus ik stel me voor dat die visser in het late najaar zit, met een ondergaande zon. Zit hij daar te vissen. Nou, ook in die andere oever, in die middelpartij, teken ik dus weer tussen die lichte rietstrepen door. Zodat die op de voorgrond blijven staan. Gaan we eens even die linkse partij bekijken. Daar zijn de bomen dus iets verder weg. En ik teken hier dus wel wat detail in. Dat heb ik nodig. Maar dus iets linker, iets minder bedoel ik, dan bij die rechterboom. Ook hier zie je dat ik de contouren weer bepaal aan de hand van de lijnen die ik heb getrokken met dat grafietpotlood, ja, grafietpoeder eigenlijk. Grafietpoeder en de vinger. En dan kan ik daar dus eenvoudig weg met het potlood, kan ik daar de contouren voor gaan bepalen. Het blijft dus heel grof. Het is een grove schets. Maar langzaam maar zeker kun je dan dus steeds meer details daarin gaan verwerken. Maar nogmaals, voor die linkerkant dus iets minder detail dan in die rechterboom die iets dichterbij is. Hier zie je de reflectie in het water. En wat ik hier dan ook weer doe, ik zoom ook even flink in zodat je goed mee kan kijken. Dat is weer die lichte stukken riet. Van dat dorre riet ga ik daarin tekenen. Daaronder kun je dan net ietsje schaduw intekenen. Zodat je echt een beetje dat idee van een waterpartij krijgt. En net even van die kleine details die de tekening dan wat interessanter maken. En die horizon probeer ik dus zo vaag mogelijk te houden. Maar in het middenstuk dus, hou ik het zo licht mogelijk. Dat is die ondergaande zon. Dus die middenpartij, die moet goed licht blijven. Hier zie je ook dat ik die weer uitgun. En dus goed licht probeer te houden. En ook qua reflectie op het water, dat ik daar heel veel wit uitspaar. Ook de eend laat ik ietsje oplichten. Iets bij gummen hier en daar.
En dan net nog even wat van die glans. En dan die achtergrond die dus gewoon wazig moet blijven. Het is wel eens moeilijk. Je hebt zin om daar een keihardere horizon in te zetten. Die horizon moet je wel blijven zien natuurlijk. Zodat je weet wat lucht is. En wat water is. Dus ik bepaal hem wel. Ik doe dat hier met een 2H potlood. Dus het hardste potlood wat ik heb. En dan kun je dus even kijken van nou klopt dat ongeveer. Dan kun je die later altijd nog weer herzien. Als je nou vindt dat bijvoorbeeld deze rechterboom die kan wel ietsje meer licht ook gebruiken. Iets van die ondergaande zon schijn en hier dat riet in dat achterste stukje land. En hier die linkerboom ook. Toch ietsje meer detail daarin. Dus dan komt hij net wat, dat hij iets beter afsteekt tegen de donkere lucht aan de linkerkant. Op deze manier krijg je een beetje een schilderachtig effect. Ik vind dat erg mooi in dit geval dus met zo'n visser die daar zit. Een beetje een wazig landschap. Het wordt al donker. En dan nog even goed die details van dat riet vooraan. Vooraan heb je dus echt de grootste verschillen tussen licht en donker. De eend kan ook nog wel wat detail. Heeft ze vleugel, heeft hij iets omhoog. Hij gaat zich poetsen of iets. En ietsje meer detail onder de eend ook. Reflectie in dat water. Zodat die eend goed naar voren komt. Net even die sprietjes langs die witte lijnen op dus. Van die rietpartij. En zo langzaam die waterreflectie naar beneden uittekenen. Die takjes die net voor die ondergaande zon hangen, die zet ik er goed strak in. Zodat die takjes goed zwart afsteken tegen die ondergaande zon. Ook de hengel zelf, die moet goed afsteken. Dat is zeg maar het centrum van mijn tekening. En daar wil ik al die aandacht naartoe hebben, naar die hengel. Ik vind de horizon nog iets te scherp. Vooral bij die zon. Dat stukje bij de zon haal ik hem toch even weg. Nog wat extra takjes. En dat is puur voor de scherpe details. Je kunt hier eeuwig mee blijven wrijven en doorgaan natuurlijk. Maar dit is zo'n beetje zoals ik hem wilde hebben en hoe ik het uit wilde leggen. Heel veel succes hiermee, heel veel plezier vooral. En ik hoop jullie uiteraard weer te zien in een van mijn andere films. Groetjes van Lieneke.